De gemeenschap zit vol vragen over de werking van de belasting toegevoegde waarde, de BTW, sinds de invoering op zondag 1 januari. Een heikel punt is de omzetbelasting van 12% die per 31 december 2022 niet langer van kracht is. Ismaël Kalaikhan, directeur van de Belastingdienst Suriname, zegt in gesprek met onze redactie dat er ook een lijst van 42 goederen is die was vrijgesteld van omzetbelasting. Dus op die goederen die nu op de schappen liggen, was er sowieso geen omzetbelasting. En wij hebben gezegd, maar weet je, de eerstkomende 3 maanden mag de winkelier die hun oude voorraad verkopen. De nieuwe voorraden gaat dan de BTW gaan gelden. En als het valt onder een nultarief, dan geldt het wat ik net heb gezegd van je mag het niet. En stel dat er een goed daar niet op die lijst voorkomt, dan gaat bij die nieuwe voorraad die ondernemer, die winkelier, gaat BTW betalen. Gaat BTW doorberekenen aan de klant en mag die BTW ook aftrekken. Alleen de klant kan het niet aftrekken. Dus alleen in dat geval is er geen omzetbelasting in dat goed. Alleen BTW. Maar die omzetbelasting was toen 12%. En nu is die BTW 10%. Dus je zou eigenlijk geen effect moeten zien op die prijs. De winkelier die nu goederen verkoopt, mag daar BTW op hebben. Opheffen op voorwaarde dat het nieuwe voorraden zijn. Bij de oude voorwaarden moet dat nog zonder BTW tot en met 31 maart 2023. Ook de importeurs hebben de mogelijkheid om hun OB te verrekenen. Kalaikhan gaat in op de vraag wat een consument moet doen als een winkelier BTW aanslaat zonder in het bezit te zijn van een BTW-certificaat. Dan kun je 2 dingen doen. Kan je doen. 1 is niet betalen die BTW, andere is natuurlijk doorgeven aan de Belastingdienst. Laat me een nuance brengen, een beetje dit wat ik nu heb gezegd, een beetje verduidelijken. Wij hebben vanaf 1 november een registratie opengesteld. Dat ging niet zo vlot. Maar nu het allemaal echt is geworden, zie je dat we heel veel registraties krijgen. En ik verwacht nog veel meer. Alleen je hebt een bepaalde volume aan verwerkingscapaciteit. Dus dat duurt eventjes om die certificaat vrij te krijgen. Maar we zijn ermee bezig. En mensen die BTW in rekening hebben gebracht, die moeten die BTW ook afdragen aan de fiscus. En als het in bepaalde gevallen gebeurt omdat, ik zeg maar wat, stel dat iemand BTW heeft betaald op eieren, dan vragen die winkeliers om dat niet te doen of terug te geven, maar ook de leveranciers dat ze geen BTW in rekening brengen. De Belastingdienst is vandaag gestart met het bezoeken van de bedrijven om na te gaan hoe de BTW wordt toegepast. Kalaikhan wil nog niet spreken van controle, maar meer van begeleiding. Voor vragen over de werking van de wet kunt u mailen naar btw@gov.sr. Het volledige gesprek met de belastingdirecteur kunt u terugkijken op onze Facebook- en YouTube-pagina ATV Suriname.